Het idee voor meer vrouwen op straat is ontstaan. Op een bepaald moment kreeg ik de vraag van, wil je eens nadenken? Stel dat je iets zou maken voor televisie, wat je wilt maken. Ja, waar ik een groot engagement voor heb. Dus ik wist heel snel dat ik iets wilde doen met het feminisme. Met de vrouwenzaak, om het met een groot woord te noemen. Maar ik heb dan lang moeten zoeken naar hoe kun je dat brengen, dat verhaal. Want het is een complex verhaal met heel veel facetten. Daar heb ik lang naar gezocht. En daar is het idee voor meer vrouwen op straat ontstaan. Omdat ik ineens besefte dat ik zelf in allemaal mannenstraten had gewoond. En toen ik dat door had, dan voelde ik van oké, hier heb ik iets waar ik zo heel duidelijk met getallen, met namen, met aanwijzbare dingen kan zeggen. De situatie is niet gelijk. En aan de hand daarvan kun je dan heel veel andere vrouwen verhalen gaan vertellen. Dan krijg je heel vaak de opmerking, ja maar noemt ze bij dan de vrouwen die belangrijke dingen hebben gedaan 300, 400, 500 jaar geleden. Als je een beetje moeite doet, dan vind je al die verhalen wel. Dus mijn voornaamste bevinding toen we daaraan begonnen, of mijn voornaamste, wat mij meteen opviel, was er zijn zoveel verhalen. Waarom kennen we die niet? Waarom, als we dat verhaal direct kunnen vinden in een boek, waarom staat dat niet in dat geschiedenisboek? Waarom hoort dat niet als het gaat over eender welk groot dossier in onze vaderlandse geschiedenis? Waarom is die vrouw daar niet genoemd? Waarom is die vrouw? Dus dat is vooral een gewaarwording die ik mij herinner van het begin van de research. Maar zo een voorbeeld van een verhaal dat mij heel lang zal bijblijven, is dat van Lilian, die eigenlijk als jong meisje wilde varen. Die kwam uit een gezin van schippers, matrozen. Dus die had nooit iets anders gekend dan familieleden die gingen varen. Maar zij mocht dat niet, want zij was een meisje. Zij heeft uiteindelijk zich als man moeten verkleden om aan boord te kunnen gaan van een schip. Ze is dan ontmaskerd geweest, werd ook daardoor echt scheef bekeken in het Oostende van zoveel jaren geleden. Die heeft daar eigenlijk een leven lang onder geleden. En dat zijn zo van die zeer typerende verhalen van wat vrouwen allemaal hebben moeten doorstaan om de simpelste dingen te mogen doen. Dat is ook bewust waarom dat we een oproep hadden gedaan van wie kent jij? Over welke vrouw die jij kent, moeten wij een verhaal vertellen? En je voelde dat dat werkte, dat mensen wel echt met hun verhalen kwamen en vrouwen kwamen aandragen. Maar ook bij de steden voelden we direct een soort enthousiasme. Ik denk dat we hen een goede excuus gaven om met dat voornemen dat ze misschien al wel langer hadden, eindelijk concreet aan de slag te gaan en eindelijk echt een paar straten naar vrouwen te gaan noemen. En dat was wel tof om te merken dat er een draagvlak was en dat wij mensen een excuus gaven om die verhalen met ons te delen. Ik geloof wel dat de media een zeer belangrijke rol kan spelen om een grotere gendergelijkheid te bekomen. Ik denk dat wel, omdat de media is natuurlijk, zij zijn een soort luidspreker van de maatschappij. Zij kunnen vergroten wat ergens in de maatschappij gebeurt. Dat is ook een deel wat ik wilde doen met het programma Meer Vrouwen op Straat. Is dat bewustzijn creëren dat er een deel van de verhalen niet verteld worden of niet genoeg verteld worden. En ik hoop dat we daar wel al een kleine verandering in hebben kunnen maken. Ik heb ene keer kwam ik de burgemeester van Leuven tegen en hij zei, ja, sinds dat jullie dat project gelanceerd hebben, is er wel elke gemeenteraad iemand die zijn vinger in de lucht steekt en zegt, hebben jullie al eens aan een vrouw gedacht, misschien voor dat gegeven? En ik denk zo die reflex, gewoon dat ene vingertje dat in de lucht gaat tijdens een vergadering, dat wilde ik bereiken. Ik denk dat Internationale Vrouwendag een soort een belangrijke reminder blijft. Het gevaar bestaat als er niet zo'n vrouwendag is om een aantal fundamentele zaken te gaan bespreken, ook om een soort stand van zaken op te maken. Want je hoort ook heel vaak, wanneer het gaat over vrouwenrechten en gelijke kansen en weet ik veel wat, hoort je heel vaak van, maar zijn we niet al ver ondertussen? Hè? We zijn 2021, hebben we niet al heel veel bereikt? En dat is zeker zo. Maar we zijn nog niet klaar. Niet bij ons, zeker niet. En zeker niet in andere landen. Dus er is nog altijd heel veel werk. En ik denk, zolang als dat er nog veel werk is, vind ik zo'n Vrouwendag zinnig om die stand van zaken op te maken. En om elk jaar opnieuw bijna te gaan aanstippen van,
waar kunnen we nu aan werken? Wat hebben we vorige keren gerealiseerd? Dit is een soort jaarlijkse vergadering voor de wereld. Ik denk wel dat er nog altijd veel te doen is, want ik merk sinds onze laatste uitzending vorig jaar krijg ik nog altijd mails van mensen die bezig zijn met een project van hun groottante of van steden die denken, wij zouden daar iets willen doen. Kent je nog iemand die misschien voor onze stad belangrijk zou kunnen geweest zijn? Dus zolang dat die verhalen blijven komen, wil ik dat wel graag opvolgen. Waarom het onderwerp mij zo aangaat, is denk ik simpelweg omdat ik zelf een vrouw ben. En omdat ik zelf al op verschillende manieren heb gevoeld dat ik een vrouw ben. Niet door wat ik doe of wie ik ben, maar door wat de maatschappij mij laat voelen, wat mensen om mij heen mij laat voelen. En wat de verwachtingen zijn van de maatschappij of van anderen tegenover mij als vrouw, ik herken mij daar niet altijd in of ik vind dat dat niet altijd klopt. Dus dat is gewoon een bewustzijn dat er een bepaald moment gegroeid is waar ik kan dat niet meer niet zien en ik kan dat niet meer niet voelen. Dan wil ik dat graag ten goede gebruiken en zorgen dat dat op een of andere manier nuttig kan zijn, niet alleen voor mezelf. Maar ook voor ja, de goede zaak. En dan denk ik dat je nog altijd best spreekt over iets wat u aanbelangt, waardoor dat je er met een groter hart over gaat spreken. Dus ja, ik denk dat dat een beetje mijn engagement voor de zaak verklaart.